Nou, de missie van het Leger des Heils is er vooral te zijn voor mensen zonder helper. En dat is dus vooral voor mensen die eigenlijk geen beroep kunnen doen op familieleden of vrienden, kennissen. Die dus behoorlijk eenzaam in de maatschappij staan. En vooral voor die mensen willen we er zijn. Ik vind het belangrijk om te kijken van wat het talent van mensen, wat is er allemaal mogelijk. De mensen waar wij mee samenwerken, daar is vaak heel lang dat talent ondergesneeuwd geraakt. En in het werk wat ik doe voor de dagbesteding gaan we kijken van wat zijn de mogelijkheden, wat vinden mensen leuk om te doen. Waar zitten eventuele verborgen talenten, waar is het waakvlammetje wat er zit, wat we mee kunnen helpen om op te lichten. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Om te kijken van wat is het positieve gedeelte van die mensen waarmee ik ze kan ondersteunen. En dat zie ik heel erg in de dagbesteding terugkomen. Als bij ons een deelnemer in intake komt, ben ik altijd geïnteresseerd in de mens zelf. Dus wat beweegt hem? Wat vindt hij leuk? We kunnen zomaar het ineens over vroeger hebben, over iets wat hij spontaan vertelt. En daar ga ik op inhaken. En van daaruit probeer ik te kijken van wat beweegt hem echt. En vaak zitten daar in dat soort gesprekken komen dingen tegen waarvan ik denk van hey, daar kan ik wel wat mee en dan kunnen we een spoor uitzetten. Mijn rol als professional in dit proces is vooral faciliterend. Kijken wat het startpunt is van de deelnemer, waar zijn wensen, zijn mogelijkheden liggen en daar zo goed mogelijk in ondersteunen. Het gaat niet om mij, het gaat om de deelnemer. Als ik met een deelnemer in gesprek ga, wil ik altijd weten wat zijn verhaal is, wat zijn startpunt is, hem laten vertellen. En van daaruit maak je een soort ontwikkeling samen door en kom je er vanzelf achter waar die deelnemer eventueel op het gebied van participatie, dagbesteding naartoe wil. En het invullen vooraf, denken dat wij het beter weten voor de deelnemer, dat is denk ik een grote fout die gemaakt wordt. Dus het is een proces wat je samen met de deelnemer doorloopt. Bij het startpunt is de deelnemer zelf. Ik geloof echt dat er altijd een oplossing is. Dus dan ga ik mijn netwerk aanspreken, kijken of ik het idee wat ik heb voor die deelnemer toch goed kan verkopen. Ook bij mijn leidinggevende, als er intern bezwaren zijn, om toch op die manier alles uit de kast te trekken voor de deelnemer om een oplossing te zoeken. En ik ben ervan overtuigd dat in de stad er zoveel professionals zijn die daarbij kunnen ondersteunen om naar een oplossing te zoeken. Om door te kunnen gaan in dit vak put ik zelf uit mijn verleden en werkervaring. Ik heb zelf altijd in commerciële bedrijven gewerkt. En daar moet je ook dingen verkopen. En ik verkoop ook op die manier die ideeën voor de deelnemer als ze nodig zijn. Dus ik ga bij leidinggevenden langs, bij mensen uit mijn netwerk. Dus je moet een beetje lef hebben om naar voren te durven treden. Om het op te nemen voor die deelnemer en het maximale eruit te halen. En daar zijn voldoende professionals in Amsterdam die je daarbij kunnen ondersteunen. Dus daar maak ik optimaal gebruik van.